Kijkers, stof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. We zijn weer in That's Not My Neighbor, want vandaag ga ik de campaign mode spelen. Mocht je het nou compleet gemist hebben, That's Not My Neighbor heeft een update gehad, waardoor er 2 nieuwe game modes zijn. En de vorige keer hebben we de Endless mode gespeeld. Vandaag ga ik de campaign mode spelen. Dit houdt in: the game is saved at the end of each day. If a neighbor is eliminated, they will not appear in the following days. Dus ik moet er goed voor zorgen dat ik geen gewone buurmensen vermoord, want dan komen ze nooit meer terug. Ze zijn echt dood dan. If a doppelganger enters, it will eliminate the neighbors of the corresponding apartment. Dus als ik een dubbelganger naar binnen laat, laten we zeggen Gloria Smiecht, de dubbelganger, dan wordt de echte Gloria Smiecht vermoord. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. De campaign lasts 7 days. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon 7 potjes zijn die ik vandaag ga spelen. Dat wordt een hoop. Oh, new daily, latest news. The doubleganger's keep coming, but the day-to-day is here to stop once and for all. New job offer, doorman at an apartment complex located in the downtown. We hebben gewoon lore. What the flip? Requirements none. Salary minimum. Oké, ik krijg niet veel betaald. For more information, contact the DDD. Oh, new campaign, record, menu. Maar als ik nu op de record klik, kom ik dan gewoon in de achievements? Ja, oké. Ik was te nieuwsgierig. Laat ik maar gaan voor die baan. Nieuw campaign, we starten hem. Start een nieuw campaign, we'll delete the current campaign. Maar ik heb toch niks? Continue. Nee, daar kan ik niet op drukken. Doe je maar te starten een nieuw campaign? Yes, please. Ga ik dit kunnen overleven? Ik hoop het zeer. Is het gewoon normaal als altijd? Welcome and congratulations on your new job. Dankjewel, meneer van de day-to-day. Your job is to verify the entry of the residents of your building. Ja, dus nog steeds. Ik moet de dubbelgangers in de gaten houden. Don't forget to check the expiration date on the IDs. Hij weet gewoon dat ik daar een keer de mist in ben gaan. Remember the date is February. Oh, dus dat is hetzelfde. Is dit gewoon, zeg maar, de normale introductie die je krijgt in de arcade mode? Vandaar dat de arcade mode dus ook arcade mode heet. Het is nooit de main campaign geweest. Dit is campaign. Dus dit is de main game van het spel, denk ik. Good afternoon. Wie heb ik allemaal op de lijst? Oh, 3 mensen? Easy peasy. Roman Stilinski, Lewin Stilinski en Alberski Peachman. Dus jij bent zeg maar een Roman Stilinski, maar ben jij de echte? Dat is waar we nu achter gaan komen. Roman Stilinski, jij hebt de stempel, je hebt ook de datum. Je hebt hier ook de stempel. Je bent inderdaad een accountant, dat weet ik nog. 1-1, dat klopt. Dan moeten we gewoon eventjes gaan controleren of jouw code klopt. En als dat zo is, dan mag je volgens mij gewoon serieus al naar binnen. 483924. 483924. 059684. 059684. Bro, mag hij nu al naar binnen? Kijk, ik heb dus laatst een challenge gedaan dat ik alle personen moest beslissen, zeg maar, of ze naar binnen mochten, ja of nee, zonder iets te checken. Gewoon letterlijk alleen uiterlijk, daily list volgens mij wel en vragen. En dat ging goed. Dus dat heeft mijn ego een beetje omhoog gebracht van, joh, ik kan het allemaal wel. Ik zou hem dus nu al naar binnen willen laten, maar waarschijnlijk is er iets wat ik over het hoofd zie en dat het fout gaat, maar ik denk dat jij wel de echte bent. Ga maar naar binnen. Ga maar naar binnen. Maar als ik 3 mensen op de lijst heb, dan zijn er of niet heel veel mensen, of het wordt, zeg maar, het begin makkelijk wordt steeds moeilijker, of er komen gewoon heel veel mensen die niet op de lijst staan. Meneer 42. Ik heb de achievement weer natuurlijk, want ik ben al mijn achievements kwijt. Oké, ja, dit is heel ziek dat ik die achievement tenminste nu weer heb. Ja, ik hoef eigenlijk verder niks te checken, want jij bent geen VIP of zo, dus jij mag niet naar binnen. Jij moet gewoon weg. Jij moet naar de DDD toe. Zou er ooit iemand geweest zijn in de game die dacht van, hé, dat is een normaal persoon. Ik ga hem naar binnen laten. Ik vraag het me af. Ik denk dat iedereen bij hem wel kan herkennen. Ah, dat is een dubbelganger. You can continue your job. Dankjewel, bro. Hoeveel? Ja, dan hoef ik er dus nog maar 2. Dat is echt heel weinig. Ik denk dat we wel mensen gaan krijgen die niet op de lijst staan. Jij staat wel op de lijst. En je moeder flex zit op de juiste plek. Is jouw mond even groot? Volgens mij wel. En je hebt dezelfde neus. No way dat dit gewoon zo makkelijk gaat beginnen of zo, hè? Dat kan toch niet? I went out to visit my mother. Volgens mij is zij inderdaad een huisvrouw. Was dat het? Ja, she's a housewife. Big lips, small on the left cheek, round face, short hair. Bro, dat heb jij allemaal. 894569. 894569. 723651. 723651. Dit klopt. Ja, je datum klopt ook echt. En je hebt de stempels, dus jou zou ik ook naar binnen moeten laten. Dan gaat het wel heel snel zo. Weet je, ga maar naar binnen. Misschien ga ik heel erg de mist in. Dan zie ik dat vanzelf wel. Dit is gewoon een playthrough. Dit is niet van, ik moet alles perfect 100% halen. Wil ik natuurlijk wel. Kijk, jij staat niet op de lijst. En waar is jouw entry request? Daar gaan we gewoon gelijk naar vragen. Je forgot the show? Ja, is dat zo? Wacht, ik ga ook bellen naar het huis natuurlijk. Want misschien is ze gewoon thuis. En dan chillt ze hem gewoon op de bank. We hebben William Afton. Ja, my fiance and I are in the apartment right now. We are not expecting any visitors today. Oftewel, jij bent gewoon
Gewoon een dubbelganger. Oké, waarom sta je niet op de lijst? I'm not on today's list because I had to leave due to an emergency at work. Maar is er dan iets fout aan jou? Uiterlijk niet, volgens mij. Dan moet het wel iets op het ID zijn of zo. Oh ja, ze heeft geen stempel op de entry request. Mijn entry request, ja. Ga daar iets over zeggen. I don't see anything wrong with my entry request. Bla bla bla, grote praatjes. Je bent een dubbelganger, wegwezen. Ik ga er niet in trappen, mensen. Als ik 7 dagen dit moet doen, dan heb ik nu 7 hele lange dagen voor mij. Ik moet scherp blijven, geen foutjes. Ik moet de neighbors hier veilig houden. Ook al krijg ik dan minimaal betaald, het gaat om leven of dood. Dus ja, het is toch wel leuk als ze allemaal leven. Niet dat ik bij dag 7 ben, dat er niemand meer over is. Zou de campaign dan vroegtijdig eindigen? Dat zou ook wel kunnen. Want als iedereen dood is, dan is er letterlijk niemand meer die je naar binnen of buiten kan laten. Je laat ze trouwens nooit naar buiten. Hoe komen deze mensen buiten? Dat is opvallend. Ik laat ze wel elke keer naar binnen. Maar op de een of andere manier kunnen ze altijd naar buiten gaan. Maar dan kan er ook wel iemand naar binnen glippen als een neighbor naar buiten gaat. Nou ja, in ieder geval, jouw uiterlijk klopt, Albertski Peachman. Klopt jouw naam? Die klopt volgens mij ook wel, Albertski Peachman. Je datum klopt, je stempel klopt, je stempel klopt hier. Je bent een shoemaker. We gaan jouw code checken. Als dat het is, dan hebben we al iedereen van de lijst. 146512. 146512 986354 98. Dat klopt ook. Ik hoop dat je kan zien aan het einde van een dag of je dus zeg maar mensen naar binnen hebt gelaten die je niet naar binnen had moeten laten, of dat je mensen vermoord hebt die je niet had moeten vermoorden. Want ik ben nu wel benieuwd of dit daadwerkelijk zo makkelijk gaat of dat ik het heel hard aan het verpesten ben. Hij mag in ieder geval naar binnen. Zou er nog iemand komen die niet op de lijst staat? Voor mij heb ik echt zelden dat er maar 3 mensen op de lijst staan. Oh, ja. Jij, maar jij bent een dubbelganger volgens mij, toch? 3, 4. Raftelien Cappuccino. Ja, dit is niet hoe jij eruit moet zien. Ja, je ogen, die zijn een beetje naar beneden gezakt als het ware. Wat is er met jouw appearance aan de hand? What's wrong with my eyes? Do you laugh at my eyes? Nee, helemaal niet. Ik lach niet. Zie mij lachen. Ik ben bloedserieus. Dit is een dubbelganger. Je probeert mij gewoon te blamen. Ik zie al hoe het is. Waarom sta je niet op de lijst? Hè? Am I not on today's list? Nee. Wie lacht er nu? There must be a mistake. Oh, ze gaat niet kraken. Dat is echt heel jammer. In ieder geval mag jij ook weg. Hoeveel dubbelgangers zal ik al over zeg maar, de hele video's en alle livestreams hebben weggestuurd? Best wel veel, toch? Is dit dan nu wel het einde? Ik denk dat ik goed moet opletten, want gaat hij nu... Hij gaat dicht. Dit was al de eerste dag. Oh, nieuw daily latest news. Local farmer Chester... Chester? Dit is die Chester... Chester's quiz. Hij is een farmer. Wacht, faces aliens with his old tractor. Chester Tyler claims to have shot an extraterrestrial... Oh, extra... Wow, ik zat dat woord heel moeilijk te lezen. Extraterrestrial beings that were invading his land. They had large dark eyes, said Chester. Zou Chester misschien wel een van de eerste personen kunnen zijn die de dubbelgangers heeft gezien? Dat de aliens die hij daar aanvalt, dat niet aliens zijn, maar dubbelgangers? Of dat de dubbelgangers aliens zijn die zich vermommen als mensen? Hebben we een nieuwe lore inderdaad in deze game? Dat is wel heel vet. They had large dark eyes. Ik denk dat ik dat moet gaan onthouden. Dat is belangrijk. Waarom krijgt Chester daar ook zo droog. Ja, je kan dus nu opnieuw campaign drukken, maar waarom zou ik dat doen? Laten we gewoon continue doen. Is het zo dat er elke dag 1 iemand op de lijst bij komt of niet? Jij weer? Good afternoon, bro. Wat ga je mij vertellen? We begin the second workday. Oh, dit wordt echt serieus nu. Oké. Although it may seem like an easy job, don't let your guard down. Ja, ik denk dat het elke dag moeilijker wordt. I'm handing you today's list. Good luck. Dankjewel, meneer. Alweer 3 mensen. Oh, krijg je dan elke... Zijn de dagen korter? Is het korter dan arcade mode? Want dat zou misschien best wel goed kunnen. Want deze dag was voor mijn gevoel echt niet heel lang. Raftelien Cappuccino. We hebben net een dubbelganger versie van jou gehad. Dus ik hoop dat jij nu de echte bent. Je staat in ieder geval op de lijst. We gaan gewoon weer de checklist gebruiken. Dat is belangrijk. ID, de datum klopt. Je stempel klopt. Je uiterlijk lijkt dus wel oké, trouwens. Dat heb ik helemaal niet zo heel goed naar gekeken. Ja, die klopt wel. Laten we gewoon jouw code checken. 568554. 568554. 596329. Die klopt ook. Zouden ze nieuwe dubbelgangersversies hebben toegevoegd voor de campaign mode? Want dat zou heel sneaky zijn. Ik weet niet of die dat zou doen. De maker van de game. Het is maar 1 persoon trouwens volgens mij die game heeft gemaakt. Dat is best wel ziek. Dat hij zo'n spel heeft neergezet in zijn eentje. Oké, maar jij zou dus gewoon de echte moeten zijn. Oeh. Jij mag... Ja, maar kijk, als ik de checklist afga. Je ID klopt, je appearance klopt, je entry request klopt. Excellent. Ga maar naar binnen, mevrouw. Wacht, ik kon dus niet zien wie... Oh, ik kon niet zien of ik dubbelgangers naar
binnen had gelaten, ja of nee? Ah, dus ik moet goed in de gaten houden. Wie had ik vorige potje? Ik weet het nu al niet meer. Wie stond er op de lijst? Ja, ik weet het nu echt al niet meer. Isaac Gauss. Jij staat wel op de lijst nu in ieder geval. 2-2. Jij woont helemaal alleen als het goed is. 4-5-6-9-8-5-5. 4-5-6-9-8-5-5. 1-2-3. 6-9, dat klopt ook. Met een reporter met big eyebrows, big smile, prominent chin en een big nose. Dat klopt. Je uiterlijk lijkt zo echt gewoon stipt 1 op 1. Gaat er ooit iets fout zijn aan het uiterlijk? Ze zijn nu allemaal al goed. Isaac, ja, je naam klopt ook. Je datum klopt. Je hebt de stempel. Je hebt hier ook de stempel. I'm a resident of the building. My apartment is a second on the second floor. Dat klopt ook. Ik moet jou ook naar binnen laten. Voor mijn gevoel gaat dit zo fout. Oh, jij zit niet op de lijst. Waarom sta je niet op de lijst? I'm not on today's list because I had to leave due to an emergency. Waar woon jij? 241346. Ga ik wel eventjes bellen. Nasha? Dat is die. My daughter and I are in the apartment right now. Dit is al de tweede keer. We are not expecting any visitors today. Het is jammer dat je niet zoiets kan vragen als in... Er is al iemand thuis of wat doe je hier? Zeg maar, die on today's list had ik al gevraagd. Because, ja, leave due to an emergency. Verder kan ik dus eigenlijk niet heel veel doen. Is er iets aan jou wat fout is? Voor mijn job? Bob is een chef. Ben jij een chef? Ja, dat klopt wel. Right eye blue, left eye green. Maar dat klopt ook. Is er iets op de... Op de ID dan? Nou, ik weet niet wat er fout is. In ieder geval is Nasha al gewoon binnen. Dus ik ga jou niet naar binnen laten. Angus Kipriani, jij staat ook op de lijst, maar je hebt geen ID. Ah, maar je hebt hem wel. Je laat hem gewoon alleen niet zien. Waarom maak je dit moeilijker voor mij? Ik krijg al zo weinig betaald, oké? Okay? Leg gewoon gelijk je spullen neer. Dat scheelt zoveel tijd. Je uiterlijk lijkt helemaal te kloppen. Dat is prima. Maar verder gaan we kijken. De datum die klopt. Je hebt de stempel die klopt. Je hebt hier ook een stempel die klopt. Je bent een businessman. En jij woont hier. Dan gaan we eventjes jouw codetje. 565-00369. 565-00369. Dat klopt ook. 88. Dit klopt. Hoe kan dit allemaal kloppen? Dan moet ik jou dus nu naar binnen laten. Dat is wel een beetje vervelend. Ik weet niet. Op de een of andere manier vertrouw ik het toch niet helemaal. Maar ja, weet je. Ik heb ook geen reden om jou hier te houden. Je staat op het lijstje. Je entry request is goed. Je appearance is goed. Je ID is goed. So is everything in order. Ja, ga maar. Ga maar. Straks kom ik echt op dag 7 en is er gewoon geen één persoon meer over om te controleren. Dat zou niet heel handig. Oh, ik dacht even dat je Peachman was. Hold up, je staat niet eens op de lijst. Not on today's list because I had to leave due to an emergency at work. Oh, wat zielig. 2668. Ik ga wel even bellen. Want tot nu toe heb ik alleen maar dubbelgangers gehad als ze niet op de lijst staan. Dus ik vertrouw jou nog niet helemaal. En voordat ik alles ga checken, wil ik eerst dit controleren. Robertski Peachman... Robertski... Dat is toch... My brother is not at home. Zo, ik had even de grootste error ooit. Want Robertski, dat is hij. En zijn broer is Albertski. Dus ik dacht van, Robertski neemt op. Maar dat is letterlijk die guy. En daarna zegt hij, my brother is not at home. Maar dat is Albertski. Dus jij bent wel al thuis. Oh, zijn stempel klopt ook niet. Want hij heeft maar 2 streepjes. Aha, dus jouw ID is niet in orde. Maar ID? Ja, jouw ID, bro. I don't see anything wrong with my you. Laters. Oprecht lijkt dit als baan in het echt mij nog best wel leuk. Behalve dan het gedeelte dat als je het fout doet, dat je doodgaat. Dat zou het echt niet zo fijn zijn. Maar gewoon hier lekker in mijn kantoortje chillen. Wachten totdat er iemand langskomt. En die dan controleren. En gewoon als het iemand slechts is, hem lekker kunnen vertellen dat hij moet oprotten. Geweldig. Goed, Eleanor's. Oh nee, jij bent Celine. Jij staat niet op de lijst. Dus ten eerste ga ik eventjes bellen. Eleanor's, Sweat speaking. My sister and I are in the apartment right now. We are not expecting any visitors today. Wat is er fout aan jou? Is het... iets van het uiterlijk of zo? Celine Schwertz. Ja, ik weet het niet. Je bent een dubbelganger. Voor mijn gevoel, ik weet niet. Elke keer een dubbelganger, dat die gewoon al thuis is, maar dat ze proberen binnen te komen, die heb ik nooit. En nu heb ik er opeens zoveel. Het voelt een beetje krom. Heb ik dan nu wel iedereen gehad? Ik denk het wel. Ik denk dat ik wel iedereen heb gehad. Of die Albertski moet nog komen. Ah, daar is wel Albertski. Je komt echt. Oké, waar is jouw ID? Die heb je wel. We weten dus dat jij niet thuis bent. Daar hoef ik niet voor te bellen. Jouw uiterlijk lijkt helemaal oké. Dat is gewoon in orde. We gaan jouw code checken. 1465129. 1465129. 86354. Dat klopt ook. Shoemaker. Je stempel klopt. Je datum klopt. Albertski Peachman. Jouw naam klopt ook. Hier heb je de stempel. Je bent een shoemaker. Jij mag naar binnen. Oh my god. Jij weer? Jouw DDD stempel is niet in orde. Wat ben ik blij dat jij een dubbelganger bent. Want ik begon al helemaal te twijfelen. Is tevoren dan wel een echt persoon geweest? I don't see anything wrong with my ID. Tijdverspilling is dit. Jij bent mijn tijdverspilling. Er waren er wel nu al veel meer dan het vorige potje. Ik geloof niet dat er nu nog één komt. Ja, precies. Dag 2 completed, mensen. Latest news. Unreleased photograph of a flying saucer. Courtesy of Chester Ty...
Chester vindt de aliens. Is hij daarom helemaal doorgeslagen? Chester Tyler claims to have seen and photographed a flying object that comes from another planet. According to Chester, since yesterday, this object has been flying around the perimeter of his land. Oké, waarom willen ze bij Chester komen, die aliens? Willen ze hem aanvallen of zo? Er is iets met Chester. Er is iets meer. Zeg maar, we hadden die quiz, maar er is nog meer. The middle of the week is approaching. Oh, dus we zitten nu op woensdag? How's everything been? I hope well. Voor mijn gevoel goed. What time to work? Here's today's list. See you tomorrow. Yo, later my guy. Oeh, ja, nu hebben we wel wat meer mensen op de lijst inderdaad. Oké, dit wordt een pittere dag. Eleanor Swetch. Dat zei ik heel raar. Wow, excuseer mij. Jij staat wel op de lijst in ieder geval. Dus dat is al één ding. En jouw uiterlijk lijkt helemaal te kloppen. Dat is fijn als je gewoon mensen hebt die meewerken. 7856132. Wacht, hè? Oh, ik zat bij de verkeerde code te zeggen. 845323. Dat komt beter overeen. 014956. Dat klopt ook. Oké. Monde left cheek. Dat heeft ze. Small pointed nose heeft ze. Slim. Ja. Slim. Ik dacht even slim als in, weet je wel, slim en dom. Maar soms neemt het Nederlands het even over tijdens de Engelse woorden. Long neck. She has a twin. Hoe hoort dat bij je appearance? She has a twin. Eleanor. Klopt de naam? Eleanor Swerts. Ja, dat klopt. De datum die klopt. Je stempel die klopt. Klopt je stempel hier? Die klopt. I come from a job as a model. Dat ben je inderdaad. Oké, dan mag je helemaal naar binnen. Ga maar. Ik ben benieuwd hoeveel het er nu dan gaan zijn. Of het er weer net zoveel los zijn als in die niet op de lijst staan. Jouw uiterlijk is oké. Dat zie ik zo gelijk wel, dat jouw uiterlijk klopt. Je stempel hier klopt. My apartment is the third on the first floor. Dat klopt ook. Angus Kipiriani. Jouw naam klopt ook. Hier klopt jouw stempel en de datum die klopt. Dus we gaan alleen eventjes jouw code checken. En dan is het al helemaal prima. 565-0036. 565-0036-98845. Nee, wauw. Mensen, hij mag naar binnen. De vorige keer heb ik dus wel allemaal goed gedaan. Want we hebben Angus Kipiriani al een keer gehad. En hij is nu weer terug. Dus we hebben hem niet vermoord. Oké? Nog niet, in ieder geval. Oh, nu hebben we de zus? Nee, je bent dezelfde. Hold up. Wat is er? Bam. Lijkt jij exact goed? Help, heb ik het net verkeerd gedaan? Er moet toch iets mis zijn? Eleanor Sweat speaking. Sister and I in the apartment right now. Ja, dus het moet wel een dubbelganger zijn, toch? Dat kan toch niet aan? We're not expecting any visitors today. Ik denk wel dat zij dus de dubbelganger... Anders zou de dubbelganger nu opnemen. Dat zou ook een beetje raar zijn, toch? Alleen kan ik niet zo goed vinden wat er dan mis is aan haar. Dus dat is wel een beetje vervelend. Maar ik heb gebeld, dus ik ga daar wel even op af. Er staan nu trouwens twee streepjes hier op de tijdlijn. Dus ik denk inderdaad dat die twee streepjes de twee dagen zijn die wij gehad hebben. Dat is wel een goed detail, dat ze dus gewoon erin houden. Als we Eleanor Swerts hier niet meer zien in deze campaign, dan weten we dus dat ik haar vermoord heb. Ik wil niet per se gelijk de perfecte 100% campaign run hebben. Dat kan ik vast wel een keer in een livestream doen. Ik wil gewoon tot dag 7 komen. Ik wil deze game mode exploren. Ik wil het ontdekken samen met jullie. Erachter komen of deze game mode het waard is om te spelen. En verder maakt het bij allemaal niet uit. Jij staat op de lijst. Dus je bent in ieder geval... We hebben jou al eerder ook al gehad. Dus we hebben jou ook niet vermoord. Gelukkig. Maar hier lijkt jouw uiterlijk wel te kloppen. Ja, dat is een wel. Het is positief. Dat is goed. Je hebt hier de stempel. Went out to visit my mother. Dat klopt. 1-1. Louis Stilnski. Klopt ook. Hier heb je ook de stempel. De datum die klopt. Louis Stilnski. We gaan alleen de code checken. En then you're good to go. 894569. 894569. 723651. 723651. Je mag naar binnen. Ga maar. Het is prima zo. Die zou er nu... Het is William Afton, maar je bent de dubbelganger. 100% dat jij de dubbelganger versie bent. Want de originele die heeft niet daar een moedervlek. Nee. Nee, die heeft dat niet. Het gaat om jouw uiterlijk. Je appearance is niet oké. What's wrong with my appearance? Dat daar is echt een moedervlek die er niet hoort. I think everything is fine. Nee, ga weg. Schij uit. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Hoeveel moeten we er nog hebben? 1... 2. Ah, en daar ben jij daar één van. Jouw uiterlijk klopt in ieder geval. Maar je hebt geen ID en geen entry request. Oh, jij hebt ze wel. Je was ze alleen vergeten te laten zien. Oké, 3-3. Jij bent volgens mij... Je bent met een pensioen. Dus dat kan kloppen dat jij boodschap aan het doen was. Je hebt een stempel. McCloy Rudboys. Jouw naam die klopt. Je hebt hier een datum die klopt. Hij verloopt wel bijna inderdaad. Maar het is nog goed. Je hebt hier ook een stempel die klopt. 964-5161. 964-5161-84. Dit klopt ook. Jij mag gewoon naar
binnen. Hoe blij moet je daar wel niet mee zijn? Als ze nieuwe dingen hebben toegevoegd over dat het dus een dubbelganger kan zijn, nieuwe varianten daarvan, dan ben ik wel een beetje de Sjaak, want ik ga nu heel erg... Jij bent de dubbelganger. Dat zie ik al gelijk. Jouw appearance is niet oké. What's wrong with my appearance? Het is je neus, mevrouw. Oké, jij gaat ook niet kraken. Ik doe gewoon de deur dicht in haar gezicht tijdens het praten. De disrespect is insane. Maar ik wil absoluut nul dubbelgangers in dit gebouw. Dat moeten we zo houden. Nasha moet als het goed is nog komen. Zij staat op de lijst. Jij weer? Jij weer? Hé, what the flip? Oh, waarom ben jij ook al... Waarom staat er bij jou ook al dat alles goed is? Is het jouw... Nee, het is niet jouw uiterlijk. McCloy, Rod Boys... Alles klopt hier. Hoe kan dit nou weer? Steven speaking, my father and I are in the park... Ja, ik ga hem gewoon wegsturen. Ik ga hem wegsturen. Zeker als die Steven opneemt. Als het een dubbelganger was, dan zou die vermoord zijn. De zoon. En dan zou hij niet de telefoon opnemen. Zo van, yo, we chillen hem hier gewoon. Dan was hij al lang dood. Dus dan zou het logisch zijn dat dan de vader zou opnemen. En dat hij zou zeggen, oh ja, alles is prima hier. En dan is er dat niet. En dan zit hij gewoon te liegen. Maar dat weet ik toch niet door de telefoon. Nou, nu moet Nasha wel komen, toch? Alsjeblieft, niet nog iemand anders. Ja, hè. Waar is jouw ID? Geef het aan mij. Nasha Mikaelis, je datum klopt, je stempel klopt. Hier klopt de stempel ook. Jij bent de chef, we gaan jouw uiterlijk even controleren. Right Eye Blue, dat klopt voor ons links. Uiterlijk lijkt verder wel te kloppen. Klopt de neus ook? Ja, de neus klopt ook. Oké, dan gaan we jouw code checken. 789653. 789653. 665-41, dit klopt. Dit klopt, het is toch ongelooflijk, mensen. Hoe kan het nou weer dat dit klopt? Dan mag je naar binnen. Straks, ik hoop dat je aan het einde van de 7 dagen wel je scores kan zien. Anders weten we het nooit of ik het nou heel goed of heel slecht gedaan heb. Wat? Jij ook nog? Ik had echt wel verwacht dat de laatste nu geweest was. Alf Cappuccino. 3-4. Dan gaan we eerst weer even bellen. Want jij staat helemaal niet op de lijst. Raftalin speaking. Alsjeblieft, laat hem... Oh, hij is niet thuis. Chips, dan moet ik hem controleren. Het is wel makkelijker als ze inderdaad zeggen... Yo, we zitten gewoon in het appartement. En dan is het dat echt zo. Ralf Cappuccino. Nou, ga ik jou wel eventjes controleren. Jouw uiterlijk weet ik gewoon al dat die klopt. Dat is wel super makkelijk. Alf Cappuccino. Het gaat om je datum. De stempel hier heb je goed. De stempel daar heb je goed. Je code 1205480. 1205480. 96367. Klopt ook. Jij bent de echte, bro. Ga maar naar binnen. Ga lekker avondeten of zo. Weet ik veel wat je. Het is einde van de dag, bijna. Dus avondeten is vast goed. Maar is het dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag? Nee, vrijdag is niet midden van de week. Oh, latest nieuws. Local farmer reports that beings from another planet are stealing his cows. What? Chester Tider reports a series of abductions of his calves and cows. The farmer claims to have witnessed his favorite cow, Lulu, being abducted by a flying saucer. Dat is wel heel zielig voor Chester. Stel je gewoon voor, je huisdier wordt meegenomen door een of andere vliegende schotel. Ik zou ook niet blij zijn. Of het nou aliens waren, ja of nee. Het huisdier is weg. Het maakt niet uit. Al was het een mens die een drone bestuurde. Je bent gewoon niet blij dat je huisdier weg is. Of ja, voor hem is het natuurlijk meer zo'n vee. Alsnog, als het zijn favoriete koe was, dat gun je niemand. Arme Chester. Deze man is gewoon de gekheid ingedreven door de dubbelgangers. Dag 4. Dat is wel ziek. Oké, maar is het dan dat hij deze kalender zondag, zaterdag, maandag, dinsdag, woensdag... Dan is nu donderdag. Dat zou kunnen... Nee... Zondag, maandag. Chips! Ik ben vergeten zijn dialoog te lezen. Dat zie ik tijdens het editen dan wel. Dit is dan zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Dan zou het zo, dat is het meer midden van de week. Hoeveel mensen staan op de lijst? Oké, 4. Dat is te doen. Op Birdsky Peach, man. Jouw uiterlijk klopt helemaal. Ja, je datum, je stempel klopt. Hier klopt je stempel. Shoemaker, dat ben jij ook. Dan gaan we jouw code checken. 1465129. 1465129863454. Ik word helemaal gek van die getalletjes. Het dringt op me door. Ik kan het niet meer. Je mag naar binnen. Ik word gewoon helemaal gek. Ga maar. Het is goed. Wow, al die codes, mensen. En elke keer checken. Als in, kijk, stel je zit het alleen te spelen of zo. Dan lees je het niet elke keer op. Maar ja, als ik het niet oplees, dan is het zo stil in de video. Dus het dreunt helemaal door in mijn gedachten. Als ik s'avonds in mijn bed lig en het is stil, dan gaat die code na code gaat. Nee, oké, dat is ook overdreven. Maar het zijn wel veel codes. Roman Stilinski, hij staat niet op de lijst. Waarom niet? Am I not to deze list? Nee, I think there's an error. I think that you are a doppelganger, my guy. 1, 1, 5,
2. Louis, alsjeblieft zeg dat hij thuis is. Hij is niet thuis, bro. Wat? Oké, ja, uiterlijk klopt. Dat in ieder geval. Roman Stilinski, je datum klopt. Je stempel klopt. Je stempel klopt hier ook. The first on the first floor, dat klopt ook. Oké, jouw code. De code is het enige wat ik ga checken. 4839-2405. 4839-2405-9684. Het is prima. Het is helemaal prima. Gaat u maar. Welke dag zit ik nu? Dag 4. Oeh, dat is net over de helft. Wordt het wel een lange video, vrees ik. Jij, Eleanor Swatch. Jij weer. Dat heb ik jou niet gekild de vorige keer. Dat is ook een soort van goed nieuws. 8453232 8453232 0 1 4 9 5 6. Dat klopt. Stempel klopt. Datum klopt. Naam klopt. Stempel klopt hier ook. Je bent een model. Jij mag naar binnen. Gaat u maar. Oh my. Oké. Jij klopt niet. Waar is jouw entry... My ID? I lost it. En je entry request ook. Is it necessary, die entry request? Ja. We are neighbors. You know me? Bro, jouw ogen zijn mega eng. I don't need an entry request to get to my home. Dat heb je daadwerkelijk wel nodig. Dat is de hele bedoeling van mijn baan. My eyes? They are normal human eyes. Ja. Yeah. I don't see any problem with them. Nee, jij ziet het niet. Ik zie het wel. Bro, je staat ook niet op de lijst trouwens. Am I not onto deze list? Nee, want jij bent Selene Swatch, als het goed is. There must be a mistake. Oké, je gaat niet kraken. Kan ik gewoon nog een keer vragen om jouw appearance? Maar ze begint gewoon hetzelfde riedeltje te doen. Oké, dat heeft geen zin. Dit was wel tenminste een afwisseling. Een leuke afwisseling. En een duidelijke dubbelganger. Dat scheelt ook. Wat krijgen we nu? Ik moet Steven nog en McCloy. Ah, daar hebben we Steven. Good afternoon. Jouw uiterlijk klopt. Steven Rudboys, jouw ID klopt ook. Jouw entry request klopt ook. 3-3. En dan ben je 565845. Nee, dat is... Ja, wel. 565845. 5, dat klopt. 4559. 4, dat klopt ook. Oké, jij mag naar binnen. Dit was echt een van mijn snelste controles ooit. Ik hoop maar dat het goed ging. William F. Jij staat niet op de lijst. Wat doe jij hier? Am I not on today's list? Oh, leave due to an emergency. Ja, maak dat de kat maar wijs. Ik ga even bellen. Dr. William Afton speaking. My fiance and I are in the apartment right now. Dit is weer een hete daadje. Dit is gewoon een hete daadje. Jij zit te liegen. Je barst. Ik ben wel benieuwd hoe het met Chester afloopt. Daarom wil ik wel... Maar trouwens, ja. Als je dus nu één keer de campaign mode gecomplete hebt, dan is het dat wel. Ik denk dat je daarna het alleen zin heeft om het te spelen als je je score wil verbreken. Maar heel eerlijk, als ik één neighbor gekilled heb of zo, daar kan ik mee leven, oké? Okay? Als in, het is geen perfecte score, maar ja, ik wil je 7 dagen opnieuw spelen voor één persoon te redden. En je weet niet eens zeker dat je hem gaat redden. Je staat op de lijst, McCloy Rudboys. En jouw zoon is al binnen. Je datum, die klopt. Je stempel, die klopt. Je stempel hier klopt ook. You come from doing the shopping. Dat klopt ook. Gaan we jouw code checken. 964-51618. 964-51618-4. Dit klopt ook. Wow, man. Oké, jouw uiterlijk klopt ook. Ik heb deze game echt te veel gespeeld. Ik hoop niet dat ik het voor mezelf verpest. Bro, jij hebt geen litteken. Jij hebt geen litteken. What's wrong with my appearance? Daar mist hier iets. Dat is zo raar als hij dan opeens geen litteken heeft. Je hebt geen entry request. Is het necessary, die entry request? Ja. Je staat ook niet op de lijst. We're neighbors? Nee. Nee, nee, nee. Because I had to make a new ID. So they couldn't add me to the... Dat is een nieuwe dialoog. Maar dat verklaart nog steeds niet, zeg maar, dat jouw uiterlijk verkeerd is. Oh, maar dat is wel ziek. Dus er zijn wel nieuwe dingen. Want ik had in de update notes, had ik zitten kijken. En er stond niet iets zo van nieuwe dialoog toegevoegd, volgens mij. Maar dat is er dus wel. Dus een nieuwe dubbelganger combinatie zou vast ook wel kunnen. Is dit iedereen? Oh, man. Oh, man. Yikes, bro. Waarom heb jij een worm in je wang? Je bent toch geen appel of zo? Worm? Ja, worm. Dat is echt nog viezer dat je het altijd hebt. Gewoon je herkent dat het er zit. Je weet dat die worm daar zit. En je denkt gewoon van, nee, ik laat hem wel zitten. Hij chillt hem daar wel. Dat is echt vies. Het kan vast gebeuren op de een of andere manier dat er... ik wil er niet eens over nadenken hoe dat zou kunnen gebeuren. Maar je laat het toch niet zitten. Nu was het dan wel echt de laatste. Toch? Kom op, alsjeblieft. Ja, dag 4 overleefd, mensen. Latest nieuws. Local farmer Chester Tyler has been reported missing. Wat zou daar gebeurd zijn? Any information about Chester or his whereabouts can be reported to emergency numbers. Any information, no matter how small, will be a great help, as his family is very worried. Rest in peace, Chester. Dit gunnen we Chester niet toe. Wat als de Chester die terug is gekomen, de dubbelganger, mishandelingen heeft overleefd en dat hij daar...
daarom zo ja, helemaal gestoord eruit zie. Tomorrow is the weekend, but we still have work to do. Oeh, vrijdag. Oké, okay. Dus monsters don't rest and neither does the DD. Dus het is vandaag vrijdag. Eerste deze list, good luck. Dus het is inderdaad zo hier op deze kalender. De week begint op zondag en dan zaterdag. En dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Je snapt het idee wel. Alweer jij? Al heb ik jou niet vermoord. Oké, dat is goed. Al deze mensen heb ik gewoon nog niet vermoord. Nice. Je hebt de stempel, je bent inderdaad een accountant. Even kijken. 483924 483924059689564. Dat klopt ook. Datum klopt. Je stempel hier klopt. Roman Stilnski, dat klopt. Je hebt weer een litteken. Is die even groot? Volgens mij wel, toch? Ja, volgens mij wel. En hij zit ook op dezelfde plek. Dus dit is helemaal goed. Jij mag naar binnen. Ik ben wel benieuwd of de dagen inderdaad langer worden hoe verder je komt. Het was best pittig om dit dan in één zit door te spelen. Hi, jij staat op de lijst voor Birdsky Peachman. En jouw uiterlijk klopt ook. Je datum die klopt. Je stempel die klopt. Je stempel hier klopt. Je bent een shoemaker. Dan gaan we jouw code even checken. 114652287. Zou ik dat in één keer kunnen? 114652289730. Dat klopt. Wauw, ik kan gewoon zijn code in één keer checken. Nice. Op een gegeven moment weet ik die codes allemaal uit mijn hoofd. En dan is het echt een of andere zieke speedrun. Gaan we naar binnen. Ook al kijkt hij wel een beetje eng. Het is hoe hij kijkt, oké? Okay? Dat zijn zijn ogen gewoon. Oh, jij weer. McCroy Rudd Boys. Dat is waar. Oh, dit is een dubbelganger. Kijk de strepen onder zijn ogen missen. En maar ze staan wel op zijn ID. Maar het mist wel echt. Wat is er met jouw appearance? Is dat een nieuwe dubbelganger variant? What's wrong with my look carefully at the photos of my papers and compare them well with me? Maar ja, als ik dat dus heel netjes en secuur ga bekijken, dit ga ik niet vertrouwen. Jij bent een dubbelganger. Het ziet er wel een beetje dom uit gelijk. Was dat er altijd al? Dat weet ik niet eens. Was die variant er? Voor mij nog niet. Misschien dat ook wel een nieuwe variant is. Hey, dit is de eerste keer dat ik jou heb, Arnold Smiecht. Zijn datum klopt. Zijn naam klopt. Zijn stempel klopt. Stempel hier klopt ook. Jij bent een rider. 778566. 778566219932. Dat klopt ook. Jouw uiterlijk klopt die? Volgens mij wel. Ja, die klopt ook. Weet je, dan mag je wel naar binnen. Het is leuk. Het is goed voor je. Hey, sta jij op de... Oh, je staat wel op de lijst. 845323. 845323014194. Dat klopt. Je stempel die klopt. Je datum die klopt. Je stempel hier klopt ook. De fourth on the first floor. Dat klopt ook. Ga maar naar binnen. Ik moet er ook wel een beetje snel doorheen gaan. Want anders is deze video oneindig lang. Ja, kijk. Hier heeft hij wel die streepjes. Dus dit is in ieder geval... Dat is goed. Dat wij die ander hebben weggestuurd. Datum klopt. De stempel klopt. McCloy Rudd Boys. Die klopt ook. Hier stempel klopt ook. Shopping. Dat klopt. 964516. 964516184. Dit klopt ook. Bro mag naar binnen. Gaat u maar. Dit is een rare melkman. Zo kan ik jou niet herinneren. Ten eerste sta je al niet op de lijst. Oh ja, daar hebben we hem. Een heterdaadje. Een echt heterdaadje. Ik schrok gewoon even dat geluid. You're not easy to fool. Nee, natuurlijk niet. That makes me want to devour you even more. Dat is goed. De melkman, 3-2, die ziet er heel anders uit. Kijk, die ziet er zo uit. Dat is niet echt hoe... Ja, nu ziet hij er helemaal niet meer normaal uit. Want nu is het een soort van boze, gemuteerde dubbelganger. Maar jij hoort hier in ieder geval niet thuis. Waarschijnlijk zit de melkman gewoon thuis te chillen. Lekker tv te kijken, niets wetend. En dan staat hij hier gewoon een of andere gekke alien dubbelganger voor de deur. Mia Stone. Ja, staat niet op de lijst. Ik vraag me af, zouden dubbelgangers zelf ook gewoon kunnen bedenken van... Hey, wat we nu doen is echt heel dom. William Hefton speaking. My fiance and I are in the apartment right now. Als ik een dubbelganger was, hè, en je zou kunnen vermoord worden door de DDD... dan wil je tenminste je plan goed uitwerken en langsgaan op een dag waarin ze dan echt niet thuis is. Hè, Mia Stone. En niet gewoon op een dag langskomen waarin ze thuis zit. Ik gewoon simpelweg één telefoontje hoef te plegen en ik weet al dat het een dubbelganger is. Dan heb je al die moeite gedaan om er zo goed uit te zien. En alsnog... Bam, in één klap weggestuurd. Dat is toch zonde? Dat doe je toch niet op die manier? Ah, maar jij staat wel op de lijst. Klopt zo? Is jouw mond schuin? Nee, oh, dat, voor mij wel een beetje, maar dat klopt dus. Isaac Gauss, jouw datum klopt, jouw stempel klopt. Je klopt de stempel ook, je bent een reporter. 456985, 456985, 512369. Ik weet niet zeker of de codes op de ID's in de normale, dus in de arcade mode, dus ook de campaign mode, kunnen wisselen. De cijfertjes, want dat kan in Nightmare wel. Ik wil het risico niet nemen.
Ik ga het niet nemen. Want stel het kan wel en ik let er nu niet op. Zeker 7 dagen lang. Dan laat ik best wel veel dubbelgangers naar binnen. Hey, het einde van de dag. Eindelijk. Oh, latest nieuws. Chester Titus has been appeared and is safe and sound. Everything seems fine with Chester's health. But his family claims he appears quite disoriented and is babbling nonsense. De aliens hebben toch echt wat gedaan. Chester will be treated by the professional doctors to rule out any brain damage. En hij wordt tenminste wel goed verzorgd. Dat is al één ding. Chester is terug. Maar wat is dan het einde waar we naartoe werken? We zitten nu op zaterdag, dus het is wel weekend. Hello, nice to meet you. I am the weekend shift officer. You already know the protocol. I am handing you today's list. I wish you good luck. Dankjewel, weekend officer. Dus we hebben wel, er zit een andere onder dat pakje. Dat is leuk. Oké, een prima lijst. Mensen die we al eerder gehad hebben en dus niet vermoord hebben, dat is goed. Maar jij staat niet op de lijst. Oh, en je bent een dubbelganger, want je hebt je entry request is niet in orde. Je hebt maar 2 streepjes. Ik wilde kijken waar die woont, zodat ik kon bellen. Maar ik zag gelijk die 2 streepjes, dus die guy kan gewoon weg. Oh, jij staat op de lijst. Robertski Peachman. Je ID klopt. Je datum die klopt. Je stempel klopt ook. Dat bedoelde ik zeggen, niet je ID klopt. Wat? Je stempel hier klopt ook. Je bent een shoemaker. 114-6522. 114-6522-8973-0. Dus je bent de echte? Dan mag je gewoon naar binnen. Natuurlijk, meneer, mag je naar binnen. Ik wil gewoon weten wat de Chester lore is. Even kijken. Klopt jouw uiterlijk? Lijkt wel te kloppen zo. 1, 2, 3. Klopt die neus? Ja, die klopt ook. Oké. Okay. Margarethe Bubbles. Margarethe Bubbles. Die naam die klopt. De datum die klopt ook. Dat kan. Je stempel die klopt. Je stempel klopt hier. I live on the 3rd apartment on the 2nd floor. Dat zou zeker kunnen kloppen. 103268. 103268. 014-014-590. Dat klopt ook. Curly hair. Deviated left eye. Ja, die heeft ze ook hier. Oké, dus jij mag gewoon naar binnen. Dit is de eerste keer dat ik ook jou zie als het goed is. Dus dat is ook wel leuk. De rest heb ik allemaal nog niet vermoord. Maar bij jou weet ik het nog niet. Dat zien we de volgende keer pas weer. Hey, Angus Cipriani. Had ik die al naar binnen... Nee, voor mij had ik alleen voor Birdski Peachman naar binnen gelaten in dit potje. Het is pas net het begin. Oké, maar jouw uiterlijk klopt wel. Angus Cipriani. Je stempel hier klopt. Je datum daar klopt. Je stempel hier klopt ook. Hij komt van mijn job at a businessman. Dat ben jij, ja. 565-00369-565-00369-8845. Dat klopt. Je mag gewoon naar binnen, man. Peach guy. We hebben hem. Peach, peach, peach. Peach, peach, peach. Oh, dit is mijn favoriete dubbelganger. Er komt dus volgens mij een knuffel. In het echte leven, zeg maar. Een knuffel. Dat vind ik heel nice. Die moet ik scoren als dat kan. Maar je bent wel een dubbelganger, dus het spijt me zeer. Peach guy. Je hebt een speciaal plek in mijn hart, maar jij moet toch weg. Hey, jij weer. Stond jij ook op de lijst? Nee, hij stond niet op de lijst. Anastasia speaking. My mother is not at home. Dus we moeten haar wel helemaal gaan controleren. Nasha Mikaelis. Jouw stempel klopt. Je datum klopt. Je stempel hier klopt. Je bent wel een chef. Dat weet ik. 789653. 789653. 665413. 665413. Oh, dus dat klopt wel. Oh, wauw. Dus jij kan gewoon naar binnen gaan, eigenlijk. Nou, dat is goed nieuws voor haar. Waarom zorg je niet gewoon dat je op de lijst staat? Hey, Alf Cappuccino. Jij staat wel op de lijst. Had ik jou al naar binnen gelaten? Nee, hè? Volgens mij niet. Alf Cappuccino, je stempel is goed. Je bent de lawyer. Je stempel hier is ook goed. Je datum die klopt. Alf Cappuccino. Volgens mij mag jij gewoon naar binnen dan. Want jouw uiterlijk klopt. En even kijken, waar woon je nou? Hier. Ja, jouw uiterlijk klopt wel. Want je hebt je hoed op en je oh, je code, die kan ik nog checken. 120548. 120548. 096347. Die klopt helemaal. Dan mag je gewoon naar binnen, joh. Wat vindt u daar nou van? Albertski Peachman. Ik heb jouw broer wel al gehad. Volgens mij is het je broer tenminste. Die is al binnen. Dus ik moet jou wel nog goed controleren. Je stempel klopt. Je datum klopt. Je naam klopt. Je stempel hier klopt. Lift on the second on the first floor. Dat klopt ook. 1465-1298635. 1465-1298635. Dat klopt. Klopt helemaal. Jo, jij mag gewoon naar binnen. Jouw uiterlijk klopt ook, hè? Ja, jouw uiterlijk klopt wel. En je staat op de lijst, dus dat is helemaal prima. Jij staat niet op de lijst. Waarom? Wat doe jij hier? Roman Stilinski speaking. My wife and I are in the apartment right now. Ja. Ah, wat heb je daar nou op te zeggen, hè, dubbelgangertje? Wat heb je daar nou op te zeggen, dubbelgangertje? Helemaal niks, want je krijgt geen recht meer tot praten. Je moet gewoon gelijk weg. Komt er nog meer? Ik weet het niet zo goed. We hebben iedereen wel al gehad.
Het is Steve. Mensen zeggen even gedag tegen Steve. Steve, wat is er met jouw hoofd gebeurd? The shape of my head. What's weird about it? It's the same as Louis' head. I mean, it's my normal head. It's the same as Louis' head. Over jezelf praten in derde persoon. Dat doen ze meestal niet. Jij bent gewoon een dubbelganger. Je krijgt wel veel, zeg maar, als je in dag 1 al iemand hebt gehad. Dan komt die vaak terug in dag 2, 3, 4, 5 heb ik nu al gehad. Dus we zijn nu met de zesde bezig. Je krijgt veel dezelfde persoon als je ze niet vermoordt. Dat is wel... Oké. Wat is er met jou aan de hand? Vertel het maar, my head. Heb je slecht geslapen? Ja, I slept badly last night. Oké, wegwezen. Als ik de dubbelgangers excuses al uit mijn hoofd weet, dan weet je al dat het niet goed is. Ik heb dit spel te veel gespeeld. Dan moet ik wel zeggen, tot nu toe, de endless mode is leuk. Het is nightmare, maar het is met iets meer spanning, want als je doodgaat kan je je streak verliezen. Maar verder is het gewoon nightmare. En campaign mode tot nu toe, de leuke krantenartikelen tussendoor zijn nice, maar het is niet heel veel nieuws of zo. Het is eigenlijk gewoon arcade mode. Latest news. Chester Tyler claims to have been abducted by aliens. Ja, die zag ik wel aankomen. De former local... Oh, hij is niet meer een farmer nu? Wow, hij is met pensioen of zo. Gelijk klaar met werken, die guy. The former local farmer claims that the aliens sent him to the future, where he learned a lot about the 21st century society. His family members comment that everything seems to indicate trauma caused by his disappearance days earlier. Waren zijn ogen ook al zo verschillend qua grootte daarnet? Dat was hem nog helemaal niet opgevallen. Chester heeft veel meegemaakt. Dag 7. Waar gaat dit naartoe? Wat is het eindpunt? Want nu, we krijgen nog één krantartikel als het goed is, hoop ik. Last day of the week. Here is today's list. Good luck. Dankjewel, my guy. De laatste dag. En wat voelt het als een bevrijding als ik deze heb gehaald en straks mijn score kan zien. Eindelijk. Hoe heb ik het gedaan? Hey. Oh, shamig. Wat een overvolle lijst, zeg. Wauw. Loen Stilnski, je staat op de lijst en jouw uiterlijk ziet er helemaal oké uit. Je hebt alleen geen ID. Toch wel. We zijn geprankt. Loen Stilnski. Je stempel klopt. Je datum klopt. Je stempel hier klopt ook. Je woont op de first of the first. Dat klopt ook. Je naam is goed geschreven. Kan de code wel verkeerd zijn? Ik heb dat nu tot nog geen één keer gehad. 894-5697. 894-5697. 23651. Louis mag naar binnen. Het is nu toch de laatste dag, hè? Dus als ik ze vermoord, ik hoef ze niet meer een dag daarna nog te zien. Maar ik doe mijn best om ze niet te vermoorden, oké? Ik wil dat iedereen veilig thuis kan. En dat niemand zich zorgen hoeft te maken of er eens een dubbelganger komt binnenlopen. Of dat ze zelf vermoord worden. Dat is niet de bedoeling. Sta jij op de lijst, Melkman? Oh, je staat wel op de lijst. Ah, je hebt ook de juiste neus. Ik dacht even dat jouw neus misschien anders was, maar dat is niet zo. Oké, je stempel klopt. You come from a job as a milkman. Dat klopt ook. Francis Moses. Je naam is goed geschreven, right? Ja, die is goed geschreven. Je stempel hier klopt ook. De datum klopt ook. Where's the head? Dus dat klopt ook. Voordat mensen dat weer gaan zeggen. Dat heb ik een keer gehad, volgens mij. Van, oh nee, hij heeft een hoed op en op de foto niet. Maar bij de appearance staat altijd, zeg maar, nog de soort van kleine lettertjes als het ware. 235569. 235569. 418995. Francis, jij bent de echte. Je mag naar binnen, eindelijk. Je ziet er zo vermoeid uit. Daar hebben we jou ook weer. Maar jij lijkt ook weer gewoon, jouw uiterlijk klopt. Toch? Ja, die klopt helemaal. Yo, Kai heeft gewoon al die dagen overleefd. Je datum klopt, je stempel klopt. Je stempel hier klopt ook. Je bent een businessman. Angus Kipriani. Gaat jouw code nu verkeerd zijn? Ik denk het niet. 565-00369. 565-00369. 8845. Het is helemaal goed. Dan mag je gewoon naar binnen. Wie zou er nu... jij staat niet op de lijst? Gloria Smiecht. Wat doe jij hier? Dan ga ik maar even bellen. Want ik heb geen zin om hele dubbelganger straks te controleren. En dan te horen te krijgen dat hij gewoon thuis is. Gloria Smiecht speaking. Dat bedoel ik letterlijk, mensen. Ze zijn gewoon thuis. Oh, het is de moedervlek die aan de verkeerde kant zit. Aha. Oké, dus Angus Kipriani hebben we gehad. Louis Stilnski hebben we gehad. De melkman hebben we gehad. Dus we moeten er nog 4 van de lijst. Ah, en daar hebben we de vierde. Of, hoe heet het? Ja, wel, ook de vierde, toch? 1, 2, 3. Ja, vierde. Alberski Peachman. Je stempel klopt. Je datum klopt. Jouw uiterlijk klopt. Je stempel hier klopt. Je bent een shoemaker. Jij mag gewoon waarschijnlijk weer naar binnen. 1, 4, 6, 5, 1, 2, 9. 1, 4, 6, 5, 1, 2, 9. 8, 6, 3, 5, 4. Ja hoor. Alberski Peachman mag naar binnen. Hoe verrassend is dit nou weer? Het is niet heel erg verrassend, hè? Ik denk niet dat de code kan veranderen, heel eerlijk gezegd. Of ik heb nu gewoon zoveel toeval gehad dat het nog niet gebeurd is. Maar ik weet het niet zo zeker. Dr. William Afton. Je datum die klopt. Je stempel die klopt. Je stempel hier klopt. Is the first on the third floor. Dat klopt ook. 2504.
5624896 56214896 5621. Ja, mag ook naar binnen. Dit wordt echt een soort van speedrun ronde weer op de een of andere manier. Maar ja, kijk, ik kan wel heel erg gaan doen van wat zal het zijn? Ik zit zo te twijfelen. Is het een dubbelganger? Ja of nee? Maar dan zit ik gewoon, ja, het te verheerlijken als het ware, want dat, die twijfels heb ik allemaal niet meer. Ik ga er niet iets van maken wat het niet is. Dus als ik gewoon zie van, jij bent een dubbelganger, ja of nee, dan is dat het gewoon. Mia Stone, ben jij een dubbelganger? Je datum klopt, je stempel klopt hier. Je stempel klopt ook op de entry quest. Is the first on the third floor. Dat klopt ook. 789564. 789564. 525115. Bingo. En ze staat ook op de lijst. Dus dat is natuurlijk ook alweer eigenlijk het belangrijkste wat er moet kloppen. Je mag naar binnen. Ik vraag me dan dus alleen af inderdaad waarom je de campaign mode zou spelen in plaats van de arcade mode. De arcade mode is gewoon één potje en dat is toch wel wat relaxter. En als je dus in de campaign mode niks anders kan doen behalve je eigen score verbreken. Ja, wat als je de beste score hebt gehaald? Niet dat ik wil... Hello, Raftalin speaking. Ze is gewoon... thuis. Wil ik niet per se zeggen dat ik nu de beste score ga halen en dat ik het nooit meer ga spelen. Maar ja, als ik één persoon heb binnengelaten, heb ik niet gelijk de drang van, no, ik moet het nog een keer spelen, want ik moet 100% tippen in plaats van 95% of zo. Dus daar vraag ik me wel in af hoe ze dat hebben gedaan. Nou denk ik ook trouwens niet dat de meeste mensen 1,5 uur achter elkaar, That's Not My Neighbor, in één keer gaan speedrunnen de campaign. En als je voor de eerste keer speelt, zal het waarschijnlijk nog langer duren. Dus wat dat betreft valt het ook wel mee. Raftalin zei wel aan de telefoon dat haar man niet thuis was en die staat niet op de lijst. Dus grote kans dat we die krijgen terwijl die niet op de lijst staat en dat die dan wel naar binnen moet. Dan hoef ik in ieder geval daarvoor niet meer te bellen. Jou ga ik wel bellen, want wie ben jij? 6996? Welke van de twee ben jij? Jij bent Eleanor Schwertz. Ja, oké. Okay. Eleanor Schwertz speaking. Ze is gewoon weer thuis. Oh, en haar zus is ook thuis. Oh, dat is goed om te weten. Als we die dus krijgen, kunnen we die ook gelijk wegsturen. Ik weet niet per se wat er mis is aan jou, maar je hebt je ID ook niet neergelegd. Waarschijnlijk zal het weer een stempel op de ID zijn of zoiets. Gewoon echt de standaard dubbelganger noob moves. Hey, sta jij? Is dat niet op de lijst? Hallo. Ja, hallo. Hoezo? Waarom ben jij hier? Alsjeblieft, laat daar ook gewoon thuis zijn. Dat zou zo nice zijn. Ja, Margaretha speaking. Wat een noob dubbelgangers. I'm not expecting any visitors today. Het zou leuk zijn als er inderdaad een soort van ooit op een gegeven moment een update komt. Dat bijvoorbeeld Margaretha een vriend over de vloer krijgt. Of familie, weet je wel. En dat ze dan zeggen, ik kom hier voor Margaretha Bubbles. En dat je dan alles moet controleren. Dat je een soort van tijdelijke ID's, tijdelijke entry request hebt. En dat Margaretha dan als je moet bellen. En dat zij dan echt zegt inderdaad van, ja, klopt. Ik verwacht vandaag dat er iemand op bezoek komt. En die heeft als het goed is een ID en een entry request verkregen. Dat zou leuk zijn. Had ik jou niet al binnengelaten? Of ik heb natuurlijk zijn dubbelganger variant binnengelaten. Dat zou ook nog kunnen. Robertski Peachman speaking. My brother and I are in the apartment right now. Nee, ik heb dus wel de goeie naar binnen gelaten. Jij bent weer een dubbelganger. En je zit me gewoon weer door de war te halen. We hebben wel deze ronde heel veel dubbelgangers. Die komen die niet op de lijst staan. Maar dat ze ook gewoon de normale neighbors al thuis zijn. Dus ik denk dat als we de lijst hebben afgewerkt, dat er dan een grote kans is dat de deur gelijk dicht gaat. Ik weet alleen niet zo goed wie ik nog moet van de lijst. Moet ik Nasja nog? Had ik Nasja al gehad? Gaat die nu dicht? Nee, daar is Nasja. Ja, maar ik weet dus niet of ik jou al gehad heb. 2-4. Ik ga gewoon even bellen voor de zekerheid. My mother is not at home. Ik heb er nog niet gehad. Oké, dat is goed om te weten. Je hebt in ieder geval de juiste neus, de juiste mond. De sproetjes heb je. Je ogen zitten goed. Je ID, de datum klopt. Je stempel klopt. Je naam klopt. Hier, je bent een chef inderdaad. 2-4, dat klopt ook. 789653. 789653. 665413. 665413. Dat klopt. Je mag naar binnen. Ik heb het in ieder geval niet achterlijk slecht gedaan. Want anders zou niet op dag 7 er nog zoveel mensen op de lijst kunnen staan. Dan zou je lijst volgens mij helemaal leeg moeten zijn. Good afternoon. Oh ja, ik had Louis Stilnski gebeld. En die zei inderdaad dat haar man niet thuis was. Of nee, hij is van Raftalin. Dat was toen die Raftalin dubbelganger hier stond. Maar ik bel voor de zekerheid maar nog een keer. Niet Louis Stilnski. Louis Stilnski hoort bij Roman Stilnski. Maar Hasman is not at home. Nee, zie je, dus we moeten het wel controleren. Alf Cappuccin. Je stempel klopte en jouw datum klopt. Je stempel hier klopt ook. Je bent een lawyer. Dan gaan we alleen jouw code checken en dan is het helemaal goed, amigo. 1205480. 1205480. 96347. 96347. Dat klopt. En jouw uiterlijk klopt ook gewoon, toch? Right?
Ja, die klopt. Oh, had hij een keer een kleinere snor? Nee, want anders zou die nu niet echter zijn. Dus ik heb hier nog nooit een dubbelganger versie van Alf Cappuccino naar binnen gelaten. Nice. Nice, mensen. Ik hoop dat dit de laatste was. Ik ben hyped om te weten. Wat is de climax van de campaign mode? Ik moet het weten. Nee! Het is een dubbelganger. Oké, dat is niet erg. Je appearance klopt niet, vriend. What's strange about my eyes? They are normal human eyes, like any other. Ja, alleen heb je ze een beetje zo en ze bewegen alle kanten op. Daar trap ik niet in. Ik ga niet op het allerlaatste moment nog zo erg af. Dat zou verschrikkelijk zijn. Als de laatste persoon een dubbelganger zou zijn, je zou die naar binnen laten. En dat is de enige dubbelganger die je naar binnen gelaten hebt. Het hele campaign mode. Dat zou echt, dan zou ik zo verdrietig zijn. Als dat nu bij mij ook zo gebeurd zijn, nee, dat zou ik niet cool vinden. Kom op, laat dit de allerlaatste zijn, alsjeblieft. Ja, het einde van de campaign mode. Payout check. The DDT thanks you for your service as the building's doorman over the past week. For which you are paid a total of puntje, puntje, puntje. We hope you puntje, puntje, puntje next week. Thomas Julo in 1! Neighbors kill 2? Wat? En ik mag het niet eens zien. Hoe bedoel je? Ga mij een summary geven, maar je zegt niet wie, wat, hoe, waar. Ah, serieus? Ik kan niks checken. Ik weet niet eens hoeveel... Wat is het? De lore van Chester is dus gewoon... Hij is weggegaan, hij is weer terug. Hij doet een beetje raar. Punt. Dat is de climax. Oh, man. Ja, wat... Ik kan niks doen. Record dan? Welke achievement heb ik gekregen? Just like Henry. Achieve this ending in een campaign mode. Zou je andere eindes krijgen? Meer lore als je de andere eindes haalt? Misschien dat dat zou kunnen. Ik was wel close bij de model employee. Ik had 1 dubbelganger naar binnen gelaten en 2 neighbors gekillt. Wie dan? Oh, daar ben ik wel ook benieuwd. Ja, ik ben daar gewoon zo benieuwd naar. En in de normale arcade mode zie je dat. Dit was de campaign mode, mensen. Het is op zich een leuke toevoeging, maar het is niet echt iets heel nieuws eigenlijk. Het is de arcade mode, alleen dan in een ander soort jasje. Het was wel weer leuk om te spelen en misschien dat ik het in een livestream nog een keer ga doen. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!